Imke Courtois, we staan hier in Sint-Truiden na de match België tegen Noorwegen. Hoe is de match verlopen? Ik vond het persoonlijk al een heel goede prestatie van het team. Dus de wedstrijd is goed verlopen, een spannende wedstrijd. Maar goed, we zijn er overgegaan, dat is het belangrijkste, denk ik. Hè. Ja, jullie winnen tegen een tegenstander die naar het WK gaat. Ja, absoluut. We wisten op voorhand dat Noorwegen een hele sterke ploeg is, een hele goede ploeg is. Dus we wisten dat we eigenlijk alles uit de kast moeten halen om toch een goede prestatie neer te zetten. De winnende goal valt helemaal op het einde? Ja, de laatste tijd houdt het wel graag spannend. Ja, oké, goed. We kunnen snel scoren de eerste minuut, maar ook tot op de laatste minuut blijven doorgaan. En dat is redelijk goed gelukt, denk ik. Ja. Is dit een goede voorbereiding naar de kwalificatie voor het TK? Zeker en vast. We hebben het voor de wedstrijd nog over gehad dat er verschillende subdoelen zijn. Dus eigenlijk kleine stappen die we nu eigenlijk goed moeten afronden. En Noorwegen was daar zeker een wedstrijd van. Dus ik denk alles wat we nu kunnen meenemen, zowel ervaring als goede wedstrijden neerzetten, zal goed zijn voor onze kwalificatie van het EK. Ja. Je hebt recent met Standaard voor het eerste Benelux gewonnen. Hoe voelde dat dan? Ja, geweldig. Ik denk het is de ene leuk moment na het andere. Ook daar hebben we gewacht tot de laatste speeldag. En ik denk dat dat ook wel goed is geweest, omdat we dan eigenlijk na 2 jaar net wel en ook nu net wel winnen. Dus we zijn heel goed bezig, denk ik. Ja. Ja. En nu profiteren van een beetje verlof? Absoluut. 10 dagen echt niks doen. Echt niks. Okay. Dankjewel en veel succes, veel plezier. Hè. Dankjewel. Dankjewel.